Ilias Alhaft, jullie doen wat jullie moeten doen. Jullie winnen hier uit bij Jong Utrecht. De Graafschap laat punten liggen op de toekomst. Hoe hebben jullie als spelers die slotfase in Amsterdam beleefd? Want jullie hebben natuurlijk meegekeken, want die wedstrijd duurde 100 minuten. Ja, klopt. Ik had begrepen dat 8 minuten extra speeltijd bijkwam. En een aantal jongens waren de wedstrijd live aan het volgen. Een aantal jongens die waren gewoon in de kleedkamer aan het chillen. En Graafschap laat punten liggen. Zij moesten natuurlijk winnen om direct te promoveren. Dus er is nog een kans voor ons om eventueel direct te promoveren. Ja, het kan een hele rare slotdag gaan worden. Ja, zeker. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Er kan van alles gebeuren. Maar wij moeten gewoon naar onszelf kijken. Wat ik al meerdere malen heb gezegd. En wij moeten gewoon winnen. En ja, wat die andere ploegen dan doen, dat zien we dan wel. Ja, het was een rare wedstrijd hier, hè? Vandaag vond hier op Zuiderbog. Eerste helft domineerden jullie. Stonden jullie comfortabel voor bij rust met 0-2. En in de tweede helft kantelde die wedstrijd eigenlijk volledig. Ja, ben ik helemaal met je eens. Ik denk dat wij de eerste helft nalaten om de wedstrijd echt helemaal te killen. We hadden een aantal goede kansen om nog meer doelpunten te maken, waaronder ik zelf ook. En tweede helft, de scoren zijn gelijk, komen wij slecht uit de kleedkamer. En dan zie je dat er toch een bepaalde angst is in de groep. En dat slaat over van de een op de ander. En dan is het zaak om gewoon die koppen bij elkaar te steken en even een tandje erbij te leveren. En gelukkig score ik dan zelf ook. Ook die belangrijke goal waardoor het toch het schroom er weer vanaf gaat. Ja, na die 1-2 kruipen jullie eigenlijk een aantal keren door het oog van de naald, hè? Ja, klopt. Een aantal hele goede kansen van hun. Dan mogen we ook wel van geluk spreken inderdaad dat zij die niet maken. Want dan wordt het helemaal een lastige wedstrijd. En ook credits naar Michael, hoe die dat oppakt. Ja, je zei het net al zelf even. Jij maakt dan de 1-3, de verlossende 1-3. Ja, je pakt de bal op rechts op en je draait zelf de 16 in en dan vind je de korte hoek. Hè? Een heerlijke goal. Beschrijf hem zelf eens. Ja, klopt. Ik kreeg de bal en ik zoek mijn mannetje altijd op. En ik zag ruimte tussendoor, dus ik ga naar binnen en ik schiet hem in de korte hoek. En ja, ik zat er lang naar te snakken. Ik was op zoek naar doelpunt. Ik wil natuurlijk van waarde zijn voor de ploeg. En ook naar mezelf toe wil ik gewoon weer in die flow komen. En daar zijn doelpunten hartstikke grote bijdrage in. Ja, en je hebt patent op scoren tegen Jong Utrecht. Hè? Je blijft het gewoon doen. Ja, klopt. Laten we hopen dat zo blijft. Ja. Nou, op naar woensdag. Wat verwacht je woensdag? Wat verwacht je van de Graafschap tegen Helmond Sport? Wat verwacht je van jullie wedstrijd en wat verwacht je van Go Ahead? Ja, heel eerlijk, ik weet niet wat ik ervan moet verwachten. Tuurlijk, Graafschap zal waarschijnlijk wel anders daar naartoe gaan. Zij moeten echt om te promoveren. Wij moeten natuurlijk ook gewoon ons ding doen. En hetzelfde geldt voor Go Ahead Eagles. Maar ja, ik persoonlijk focus me gewoon op onze eigen wedstrijd. En laten we hopen dat er een mooi feestje ontstaat na de wedstrijd. Dat wij gewoon direct gepromoveerd zijn. En mocht dat niet zo zijn, dan gaan we vol voor de play-offs.